Er is de afgelopen anderhalf jaar vanwege corona al heel veel niet doorgegaan. Maar er gaat gelukkig zo nu en dan iets wel door. Zoals de zwemvierdaagse die deze week in Lelystad wordt gehouden. Zwem- en poloclub De Houtrip organiseert dat. En van die club is nu bij ons Arja Burger. Hallo. Hallo. Ja, heb je nou nog lang zitten dubben? Kunnen we wel, kunnen we niet? Mag het wel, mag het niet? Oh, het was wel een beetje heen en weer. We gingen gewoon organiseren. De ene keer dachten we, oh nee, we moeten stoppen. En dan toch maar weer door. En hoe moet het anders dan anders? Maar, er zijn natuurlijk andere regels. Ja, en was nou de vrijdagavond nog cruciaal? Want toen was er weer persconferentie van de ministers. Nee, want we zijn een sportevenement en dat is anders. En zolang we banen mogen zwemmen in de koploper, kunnen wij dit ook doen. Ja. Simpel. Zo simpel. Hebben we het in ieder geval onszelf gemaakt. Tuurlijk. En wanneer zijn jullie dan al gestart met de voorbereidingen? Wij beginnen altijd in januari. Dan gaan we met zwembad praten om de baden te huren. Mm-hmm. En dan verder hebben we gewoon een draaiboek. Dat loopt eigenlijk allemaal wel. Maar je moet het wel vastleggen voordat iemand anders dingen wil. Precies, ja. Ondanks die onzekerheid al in januari gestart. Ja. En dan kon het nog alle kanten op gaan natuurlijk. Ja, precies. En we hebben heel vaak gedacht van oké, nu moeten we stoppen. Dit wordt het niet. Maar je kan het beter georganiseerd hebben en op het laatste moment moeten zeggen oké, jammer, het lukt niet. Dan dat je ineens zegt van over 14 dagen, help, help. Ja, nee, dat moet je niet hebben. Dat natuurlijk gaat niet. Maar deze week is het dus. Deze week is het zwem, vierdaagse. Zijn het ook echt vier avonden? Het zijn vier avonden. Of mag je de vrijdag er nog bij doen en eentje overslaan tussendoor? Ja, nee, we hebben de vrijdag er niet bij gehuurd. Maar als je een avond niet kan, dan zwem je gewoon de andere avonden wat meer. Of je zwemt op één avond dan de dubbele afstand. Wordt niet zo opgelet. Nee, daar hebben we nooit zo moeilijk over gedaan. Vroeger hadden we dan bandjes. We zwemmen in het wedstrijdbad, hebben banen liggen. Daar zwem je vijf banen. En als je eruit komt, krijg je een knipje in het bandje. En dan kan je of doorlopen naar het instructiebad. Daar hebben we een stormbaan. Dat vinden de kinderen echt geweldig. En de ouders die meegesleept worden ook. Ouders die meegesleept worden. Dat telt dan ook voor vijf banen, want het is best heftig. Ja, maar en je kan er ook voor kiezen om gewoon steeds die vijf banen te zwemmen en weer naar voren te lopen. Ja, maar wat is dat, een stormbaan? Ja, ik ken het van het leger, maar niet van het zwemmen. Nee, als je wel eens in het zwembad geweest bent, er ligt een mat waar je onderdoor kan en overheen weer. Oh, ja. En er ligt een soort glijbaan, een hoge glijbaan waar je op moet klauteren en weer af mag. Nou, dat is altijd een succesnummer. Maar je zegt kinderen, is het dan alleen bedoeld voor kinderen of kan ik ook meedoen? Ik ben iets ouder. Iedereen mag meedoen als je maar een zwemdiploma A hebt. Dat is heel belangrijk. En kinderen tot 7, daar moet een ouder mee zwemmen. Okay. Dat is gewoon voor de policy van het zwembad. Precies, ja. En dan hebben we in het doelgroepenbad nog allerlei clinics. Dat ook nog? Ja, ook nog. Kijk eens aan. Even terug naar die zwemvierdaagse. Hoeveel moet ik nou afleggen op een avond? Je moet 250 tot 500 meter afleggen. Eigenlijk willen we dat iedereen 500 meter zwemt, maar op één avond? Op één avond. En dat dan maal vier? En dat maal vier. Nou, dan heb je conditie vrijdagochtend. Ja, precies. De avondvierdaagse is minimaal 5 kilometer. Dat lukt niet met zwemmen? Vijf kilometer zwemmen? Dat is ver, hoor. Dat is echt ver. Dat is net. Nee, en er komen ook kinderen die net voor de vakantie afgezwommen hebben. Dus die hebben met 250 meter van... Ja. Zijn er wel. Ja. Mag ik stoppen? Ja, en twee ongetrainde ouders mee natuurlijk. Ja, precies. Kan ook. Ja. Het moet een feestje zijn. Ja. Zeg, ooit, lang geleden, hadden jullie 1500 deelnemers. De laatste jaren zijn het er wel eens 300 geweest. Waar staat de teller nu op? We staan nu op 118. Dat is nog niet veel? Nee, het is heel laat op gang gekomen. Hoe kon dat? Ja, omdat we toch wel, we hebben wel de voorbereidingen gedaan. We hebben laat bij de KNZB ingeschreven dat de mensen om de site te openen, dat de mensen zich in konden schrijven. Omdat anders is het toch wel weer een beetje lastig. En mensen zelf zijn erg terughoudend van, we gaan eerst maar eens kijken of het wel doorgaat. Oh ja. Dus waar moet ik heen om in te schrijven? www.zwemvierdaagse.nl. Ja. En dan naar deelnemer en dan naar Lelystad. En je kan je tot 12 uur vandaag via de site inschrijven. En hoeveel deelnemers kunnen er maximaal komen? Of maakt dat niet uit? Normaal maakt het niet uit. Maar we hebben nu van, we denken dat 200... dat we dat gewoon als maximum moeten houden. En natuurlijk, als er dan nog een gezin staat of twee gezinnen... Die mogen er gewoon nog bij. Maar we zijn ook niet meer gewend aan de drukte. Dus we willen het ook niet al te druk hebben. Begrijp het. Ja. Goed. Veel succes dan. Ja, dankjewel. En bedankt.